तेरा रेशम लगता है, तोरा शीशा लगता है। Nou, qua cadeau wilden ze dus zo'n soort pop hebben. Even een leuke uitkiezen. Maar daar mag je helemaal niks voor komen. Daar komt zo weinig. Hey guys, ik ben net thuis. Ik heb echt een hoop spullen gehaald. Ik moet straks de tractaties maken voor Arohi. Voor morgen, voor op school. Dus wat ik heb gehaald, ik had al wat inspiratie opgedaan online. Nog hele leuke dingen, alleen ik kon al die spullen niet vinden, zeg maar. Dus ik heb zelf iets bedacht. Ik zag namelijk deze mutsjes. Deze heb ik bij de Zeeman gehaald. Ze hebben daar echt hele leuke spullen trouwens voor tractaties en kinderfeestjes en zo. En die ga ik dan vullen met snoep en koekjes en zo. Dus ik heb hier een aantal zakken van gehaald. Ik heb 22 kinderen in de klas, dus ik heb hier een aantal zakken van gehaald. Ik heb lange vingers gehaald. Kijk. Ja, Haribo snoepjes gehaald. Even kijken. Uiteraard doorzichtig papier om de hoedjes mee in te pakken. Een aantal rollen gehaald. Hier, al die feestjes dus. Ze heeft zaterdag ook haar feestjes. Ik heb meteen wat dingetjes voor haar feestje gehaald. Folieballon. Weet je wat, ik zet het gewoon verspreid op de tafel en dan zie je het straks wel. Want het is, ik moet echt gaan beginnen aan de uitnodiging. Ik moet echt gaan beginnen aan de tractaties. Ik heb trouwens ook leuke kleding gehaald voor haar, voor morgen. Om te tracteren, om in te tracteren. Want ik heb wel leuke jurkjes en zo, maar die zijn allemaal best wel dun. En het is nog best wel koud. Dus ik zag deze. Hele leuke trui. Bij CNA. Met een bijpassende haarband. Ja, en die ga ik dan... Ik dacht al dat het een haarband was. Ja. Het is een kwestie. Ja. Televisie, ik ben eigenlijk met je zien op maar goed je. Kan je even snel een doekje pakken? Kom je neer zeker op van het nieuwe en krijg dubbel te goed. Dat is twee keer zoveel data voor hetzelfde geld. Deze actrice van Arlo, maar geen zit. Koffie draaien. Tot niet. Welkom terug. Hugo, jij staat al heerlijk. Later moment voor de CT-scan gaan. En wie weet komen we dan steeds meer te weten. Mijn ouders hebben harde kip gebracht, mijn pa had harde kip gemaakt, rijst, pata, alu. En Niel heeft kant-en-klare paratha's gebakken, dus ik ga lekker even eten. Nou guys, ik heb even gauw boodschappen gehaald. We krijgen toch wat visite vandaag. Dus ik ga koken en wat hapjes maken. En nu gauw eventjes versieren.
Nou, ik ben nog bezig met versieren, maar het begint er al erg leuk uit te zien. En voor haar schoolfeestje, haar klasgenotenfeestje, ga ik het allemaal nog leuker versieren. Ziet er alles voor heeft. Oh, leuk. Wat is het? Hé, karaoke microfoon. Ja. Oh, dat is echt iets voor jou, hè? Of voor mij? Zo, voorzichtig niet laten vallen. Welke liedje wil je zingen? Mooi, hè? Zeg goed, hè? En waarom krijg je van iedereen twee cadeautjes? Zo, heel mooi. Lekker witte chocolade, red velvet cake. We gaan eventjes naar de winkels, even wat dingen halen voor Arohi de feestje morgen. Ja. Zo, even heel wat dingen ingekocht voor het feestje van morgen. Lise heeft met haar klasgenootjes. Ik heb een prachtige jas gekocht. Ik ben er zo blij mee. Eindelijk is ze een andere kleur dan de gebruikelijke nootkleuren die ik meestal hou. Ik heb nog nooit zo'n kleurjas gehad, denk ik. In ieder geval niet zo'n model. Althans wel zo'n model, maar niet in deze kleur. Ik vind hem echt heel mooi. Ik heb een bijpassende sjaal gekocht. Ja, nou ja, bijpassend. Je moet het aanzien. Dus hij zit zo mooi getailleerd. Het is een XS. Hij is van Mango. Ik heb hem in de sale gekocht. Het was nog maar één maatje. Dus, nou, er waren twee maatjes, maar één maat in XS. Dus I love it. Oh, kijk hoe leuk dit. Super leuk dit. Ga je erin? Is Arohi haar 7e verjaardag vieren. Haar klasgenootjes komen zo. We zijn gisteren bezig geweest met alles klaarzetten, alles klaarmaken. En ja, ze komen straks over 3 kwartier.
Guys, we are e-bike shopping. We zijn in een hele grote outlet in Utrecht. Ontzettend veel fietsen en je kan ook binnen gewoon testritjes maken. Dus ja, ziet er goed uit. Ik wil het echt alsof ik in het buitenland ben gewoon, weet je dat? Mama, deze is lekker en die is lekker. Ja. Hey guys, ik ben onderweg naar Den Haag. Ik ga recorden bij Selecta. Ik ga weer ouderwets met de trein. Echt na lange tijd. Het wordt een collaboration met Savita Singh en Selecta. Zoveel zin in. You're like-